In oktober is het precies 3 jaar geleden dat we met z'n allen naar de stembus gingen en een nieuw gemeentebestuur kozen. De vraag is, wat heeft de CD&V en Open VLD meerderheid er in die afgelopen periode van gebakken? De Leedse persclub vraagt het op 18 oktober tijdens Leematinee aan de oppositie. Maar ze hebben alvast voor een opwarmertje gezorgd. Onze beleidsploeg, wel, als ik die moet inschatten, leuk, plezant, af en toe ook sympathiek, bij wijle zelfs bruisend zou ik denken, maar duur, irritant duur zelfs. Als je bedenkt dat de vorige beleidsploeg reeds ver boven het Vlaams gemiddelde zat op het gebied van de gemeentebelastingen, dan moet ik vaststellen dat deze ploeg er nog een schepje bovenop doet en dat we vandaag met de gemeentebelastingen met kop en schouders boven het Vlaams gemiddelde uitsteken. Als SPA vinden wij dat de burgers buitenspel gezet worden. De meerderheid staat eigenlijk in voor de ledenaar die het goed heeft. Dus de belastingsverhoging en dergelijke. Dat vinden wij dat dat eigenlijk niet kan. Er is een efficiënt beleidsplan voorgesteld, maar ja, het bruisende leden dat er moest komen, vinden wij dat er nog altijd niet is. En de mensen, de gewone mens eigenlijk, die wordt gewoon aan kant geschoven. Leden klaar voor de toekomst? Ik denk het niet. Als ik kijk naar de voorbije 3 jaar legislatuur, dan beschouw ik dat eerder als een samenraapsel van allemaal gemiste kansen. Kijk maar eens naar wat er hier met de markt gaat gebeuren binnenkort. Dat is een parking, dat wordt opnieuw een parking. Ik vind dat daar geen plaats is voor de leden naar zelf. En dat is zeker en vast spijtig. Als u kijkt naar de verkiezingsslogan die zij voor de verkiezingen hebben in de ether geworpen, dat er geen belastingsverhogingen zijn, hebben zij juist het tegenovergestelde gedaan. Dus begin 2013, belastingsverhoging. Tweede punt, tweede grote punt, en dat is nu de integratie van het OC&W naar de gemeente. Daar is nog geen letter over gezegd, daar moet nog volledig over onderhandeld worden. En dat zal dus de grote uitdaging zijn, ook voor de OC&W-voorzitter, die zal moeten samenwerken met de gemeente. In Leden mist het beleid visie. Dat is het fundament van de politiek en dat ontbreekt toch wel in Leden. Vinden wij zeer jammer. We hebben gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen dat een coalitie van verliezers gewoon heeft voortgedaan. Men heeft de winnaar opzij geschoven en men heeft zelfs geen beleidsplan opgesteld. En men zag in het meerjarenplan dat dat maar een verplicht nummertje was. Absoluut dieptepunt van deze legislatuur, en we zijn inderdaad nog maar half weg, was vorig jaar in oktober, toen men in het budget 2,5 miljoen meer terug heeft gevonden dan gedacht. Dat betekent dat de belastingsverhoging dus niet nodig was. Dat is toch wel onvoorstelbaar en dat is iets waar wij met N-VA toch wel van leer hebben getrokken. Wij staan voor een andere politiek, voor een ernstige politiek en we willen zeker meewerken aan goede oplossingen. Het tweede grote thema gaat over de jacht. Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in de clinch en hiervoor trokken we op pad met een aantal jagers. Wij hebben vandaag eend gejaagd. Er was de opening van de jacht op de eenden, 15 augustus. Hier in de jacht van Leden hebben we de molenbeekdier passeerd. Dus gebruikelijkerwijze doen we hier dan met de opening of de tweede dag na de opening doen we hier dan een poging om enkele eenden te schieten. Vooral bij ons is het wildbestand bestaande uit fazant, konijn, enkele hazen, alhoewel dat we die de laatste jaren niet meer schieten, omdat er zeker geen overschot aan hazen is, dus prefereren we van die tot sparen. Of de oppositiepartijen verder brandhout maken van het gevoerde beleid, verneemt u op 18 oktober tijdens Leematinee om 11 uur hier in de Volkskring. Het zal er stuiven.